Vandaag zaterdag 11 december 2021 staan wij hier voor de konijnen. We eisen een stop op de verkoop van konijnen. De verkoop van konijnen moet stoppen. Dat vindt de stichting Konijn in Nood. Ze hielden zaterdag een protestactie bij Tuinwereld Wiegen. Er worden per jaar ongeveer 150.000 konijnen verkocht. We hebben een maatschappelijk probleem en dat is dat er te veel konijnen gedumpt worden. En als de 150.000 konijnen niet meer verkocht worden door tuincentra's en dierenwinkels, heb je ook geen maatschappelijk probleem meer. Tuinwereld herkent zich niet in het beeld dat er zoveel konijnen gedumpt worden. Als het konijntje Tuinwereld verlaat, dan ja, laten we onze handen los en dan weten wij verder niet wat er met het konijntje gebeurt. Wij hopen natuurlijk dat de klant er alles aan doet om het konijntje ook een goed leven te geven, wat wij hier ook proberen en wat ook echt wel lukt. Maar ja, verder weten wij niet of ze gedumpt worden. Wij horen niks van. Wel geeft het tuincentrum de volgende adviezen over het aanschaffen van een konijn. Het konijntje nooit te dumpen en altijd goed te verzorgen, zo goed als je kan. Dus als je denkt dat er iets met het konijntje is, ga dan mee naar de dierenarts. Als je advies wil over voeding, kom uiteraard naar Tuinwereld. Want wij zijn hier opgeleid en wij verkopen, vinden wij, de beste voeding voor de diertjes. Daar worden ze hier ook mee grootgebracht. Je neemt ook een kindje en daar wil je goed voor zorgen. Als je een konijntje neemt, dan zorg je daar net zo goed voor. En we vinden het ook wel eens jammer als ze even kocht wordt, want ze zijn er ook gehecht aan. De actievoerders werden er al na enkele minuten uitgezet. Maar ze laten het er niet bij zitten en dreigen vaker acties te houden als er geen einde komt aan de verkoop van konijnen. Ons doel is dat ze per direct stoppen met de verkoop van konijnen. En de konijnen die er zitten, dat die meekomen naar de opvang. Want Stichting Konijnen in Nood heeft, naast dat we een actiegroep zijn of een organisatie, ook een eigen opvang.